Kom op, pak hem. Hallo mensen van Dutch Minecraft Games en welkom bij een nieuwe minigames video. Ja, jullie raden het alweer. Ik heb de comments nog niet kunnen lezen. Ook van of mijn facecam, dat jullie die zo leuk vinden of niet. De mensen die dat nog niet hebben gezien, kijk twee video's terug. Dan zie je de andere manier hoe ik hem eerst gezet had. En dan moet je even zeggen welke je beter vindt. Maar vandaag spelen we een nieuwe minigame. Genaamd de Walls. We gaan naar Loveland, dat klinkt liefdevol. Schrapje. En we gaan voor het rode team. You are now in the red team. Waarom? Omdat rood vaak wint, heb ik het idee. Rood is agressief, rood wint vaak. Agressieve mensen kiezen voor rood. Vandaar kies ik voor rood, want ik ben agressief. En vandaar, agressief in Loveland. Dat kan allemaal in mijn minigames afleveringen. En ik heb jeuk aan mijn oog. Ik hoop niet dat het een hele potje wordt. Ik hoop dat jullie mijn facecam nog steeds goed vinden staan. En al dat soort kind of bullcrap. En we spelen dus de Walls, de meeste kennen het. Je moet survivalen tot de muren omlaag vallen. Dicht. En wanneer de muren omlaag vallen, moet je alle andere teams kapot slachten. En wanneer je dat niet doet, dan ga jij dood. En dan krijg je het team dat het langst over... Nou, niet langst overleeft. Het team dat de alle andere teams sloopt. Dus als laatste overblijft, die wint. De meeste kennen het wel, maar ik denk ik ga het even vermelden, want dat vind ik leuk om te doen. En we hebben lang niet genoeg hout. Ik denk dat ik nog twee blokjes hak. Misschien drie. Hakken we die. Want we gaan dus zo natuurlijk ondergronds en we hebben ook stokjes nodig voor fakkels en al die onze. Sorry. Dat soort hout. Daar ben ik niet zo van. Klik, 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 klik. Zie je, was al ons hout al bijna weer op geweest. Dan gaan we even deze meenemen. En dan gaan we ondergronds om te mijnen. De Walls in 14 minuten droppen ze. Oh, dit is klei, dus hak, hak, hak. Vind ik jouw sneeuw. Hup, 1, 2, 3. We gaan natuurlijk niet hakken op de skere manier. We doen gewoon... deze, en dan nemen we onze crafting table natuurlijk weer mee, want ik zoek er niet om ondergronds een nieuwe te maken. Want ja, meestal blijf ik, wanneer ik begin met mijn, blijf ik daarna ondergronds. En ik heb niet eens gekeken of het eigenlijk een cave was, want ik zag al zo'n man kijken zitten. En er is een cave. Dat maakt het veel beter. Hier is ook kool, en dat hebben we natuurlijk wel nodig. Kool in, jullie weten, en de knop uit texture pack, en daar doet kool in vaak mee. En nu snappen jullie het grapje waarschijnlijk. Cool. In. Ik denk dat de meesten hem wel snappen. En als je hem niet snapt, helaas. Ik ga er niet dieper op in. Oké, hier is veel meer kool plus iron. Heel veel kool. En best wel wat iron. En uitgerekend hebben we 26 iron nodig voor full iron armor. Dus dat wordt wel even schrapen. Volgens mij werd het ineens donkerder. Ik weet niet waarom. Ik ga even mijn lampje zo... Ik weet niet of jullie het prettig vinden of juist niet, ik denk het niet, dus ik zet hem nou weer zo. En ik vind gelijk een overvloed aan iron. Ik denk dat ik hier nou al binnen ben. Als niemand het gaat scrapen. Maar als wij zo'n overvloed aan iron hebben voor 1 tot 2 mensen bijna genoeg aan full iron armor. Denk ik eerlijk gezegd ook... Ik heb natuurlijk geen eten, nee. Denk ik eerlijk gezegd ook dat... enemies zoveel hebben. Dus waarschijnlijk om te winnen zou je ergens heel veel XP vandaan kunnen halen. Voor enchant dingen. Of ergens diamond vandaan kunnen halen. Om dus sterker te zijn dan al die iron gastjes. Dat is mijn theorie tenminste. Ja, ik ga even die onzin smelten. Wel diep. Holy shit, die ligt echt veel. Laten we even nog een paar kool hakken. Tot ik weer zie dat de Walls over een minuutje minder gaan droppen. Denk ik. En als me dat te lang duurt, dan stoppen we zo wel. Met 20 of zo. Ik denk dat 20 wel genoeg is. Benipster, dus ook 21. Zo. Nou, dan gaan we dieper onze dingetje in. Zodat we niet snel bestolen gaan worden.
En dan vinden we hopelijk als eerste dit leuke kistje hier. Deze chest is nu open. Deze chest is nu dicht. Als ik dit weet te bemachtigen. Ploink, ploink. Ja, ik dacht dat kan niet. Heb je een meertje voor nodig? Of je moet het uit de bron weten te krijgen. Heb ik nog kobbel? Ja, ik heb nog kobbel. Ik moet zo toch nog meer hakken. Oké, volgens mij is dit hier de bron. Ploep, ploep. Ja, dat was de bron ook in. Nice. Nou, dan gaan we een... hakken we even deze weg. Gaan we hier achter denk ik ons hutje maken. Hebben we hier nog iets nuttigs? Nee, maar ik denk dat we hier ons hutje gaan maken. Dus hebben we even wat kobbel nodig. Maken we maar even egaal. Deze kobbel mee. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Want het is hier pittig donker. Maar dan hebben we redelijk wat kobbel. Wat we dan doen is... Ploep, ploep. Ploep, ploep, ploep. Oh. Want wat ik vaak heb meegemaakt is dat je vriendjes gewoon denken van... hij heeft al iron in die oven zitten. Laat ik het pakken. Oké, dit is niet het mooiste hutje. Daarom wil ik deze toch weg. Ik wil wel een mooi hutje. Plaats ik hem nou weer, mis? Het is echt... Ja, fuck it. Het is donker hier. Vooral omdat ik die lamp op mijn bakjes heb schijnen. Jullie zien die lamp hier zo... Ik hoop dat ik hem nou weer goed neerzet. Ik hoop het wel voor jullie. Anders vinden jullie het ook weer vervelend en heb ik jullie leven verpest. En niet dat ik dat erg vind, maar jullie vinden het wel erg. Nee, grapje mensen. Ik wil natuurlijk jullie leven niet verpesten. Heb ik een zusje voor. Kijk, daar komt alweer zo'n man hoor. Ja hoor, daar hebben we hem. Op flikkeren bij mijn huisje. Vertrouw die mensen niet. Oké, laten we de kool en de iron er weer in doen. Ik moet echt optieven bij mijn huisje. Kan ik eigenlijk niet tegen als iemand mijn iron gaat jatten ofzo. Ik wil het best delen. Maar dat wil ik vrijwillig doen. Niet dat het gejat wordt en dat ik meer moet halen wanneer ik bijvoorbeeld te weinig heb. We gaan even... We moeten wel even goed focussen. Dat die man hier komt. En ik pak even mijn crafting tabletje. En we pakken hier even de helft en de helft uit. En dan zetten we hier weer een oven op. En dan weer ploep ploep. En dan gaat het allemaal natuurlijk wat sneller. Want ja, tijd is redelijk cruciaal hier. Want je moet eigenlijk voor die tijd... op tijd klaar zijn. Tijdgrapjes. Ik wil het liefst eigenlijk een stekje. Oké, hier is nog niemand geweest, maar ik ga het liefst niet ver daar weg. Dus laten we even weer zo doen. Nou, dat is cool. Ik heb nog geen diamond gevonden. Dat is relatief gezien wel jammer, maar... Maya erbij hoort erbij. Oh nee, daar. Ik heb die expres geplaatst. Oké, laten we even alvast wat iron eruit schrapen. En armen maken voor het geval er ineens iemand YOLO denkt aan te vallen. Zo, tuk tuk. Oh, wacht, hebben we eerst weer hout nodig. Zie, dat bedoel ik. Gelukkig hebben we nu nog wel genoeg hout. Maar hout heb je bijna altijd nodig, dus hak in het begin genoeg. Want anders moet je de hele tyfuscent weer naar boven en dan moet je ovens meenemen. En dat is best wel goed. Hak, hak, hak. Waar ik wel dat mijn pickaxe stuk is. Dan gaan we denken, ja, die stuk. Zo, dan gaan we even wachten op mijn iron. Oké, 7 minuten en dan drop die verdamde muur. Tuk, 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 tuk. Ik zou trouwens een tip geven. Ik weet niet of jullie goed zijn in Minecraft spelen. Maar wanneer je weinig iron hebt. Bijvoorbeeld genoeg 5 of 6. Dan heb je niet genoeg voor een broek of body. Kijk, mijn oranje shirtje. Maar wat mijn tip dan is. Maak laarzen. Maak geen helm. Er zijn een paar redenen voor. Het kost meer iron dan een broekje. En het geeft evenveel. Dus waarom zou je dat doen? Oké, mijn formatie klopt wel.
Oké, fijn. Bedankt leven. Oh nee, als Minecraft gaat glitchen nou, hè, dan ga ik hem echt trippen. Oh. Glitcht alleen die ovens. Ik heb wel graag mijn crafting tabletje mee. Als die niet mee... Ja, die gaat wel mee. Oké, nice. Ja, we hebben genoeg voor andere ovens wanneer we zouden willen. Dan moeten we de weg naar boven weer maar gaan zoeken. En dat is ook altijd zo'n probleem. Niet dat ik daar vaak moeite mee heb, maar veel mensen waar ik mee speel, hebben er altijd moeite mee. En dan is het altijd, waar moet ik heen? Jesse, waar ben je? Jullie kennen misschien het probleem wel, als jij zelf ook altijd een weg kan vinden. En dan moet jij ze dus, verwachten ze dat jij ze gaat halen. Heeft hij een diamond? Nee, hij heeft geen diamond, oké. Zou die ook niet in zijn ovens doen? Jesse, wat doe je dan? Maar dus dan moet jij ze vaak gaan ophalen om ze naar boven te brengen. Dus dan ben jij weer tijd kwijt. En ja, het is gewoon vervelend als mensen de weg niet kunnen vinden. Zo heb ik meerdere mensen waarmee ik speel. Damien die vindt het meestal zelf wel. Cedric, niet flauw bedoeld of zo, Cedric. Maar jij raakt af en toe de weg kwijt, af en toe. En dan heb je mijn zusje Fenne en dat kind is gewoon helemaal de weg kwijt. Zouden we dit kunnen redden? Ja, dat redden we wel met een beetje... Misschien redden we het nu. Ja, dat redden we. Nou, daar hebben we sowieso al 1 kobbel minder nodig. En dan zijn we boven. Zijn dan wel boven waar iemand anders boven kwam. Maar wij zijn boven. Died in lava. Oké, blauw heeft er nog 4. Wij hebben er nog 5. Dus ook een van ons is gestorven of geliefd. Geel heeft er ook nog 5. Dus daar is ook een van gestorven of geliefd. En groen die heeft er nog 3 van de 6. Dus dat zijn de 3 al helemaal. Dus er is een kans dat we gaan winnen. Als ons team aardig is. Maar ze zitten nu nog allemaal ondergronds. Dus wanneer die muren doorbreken. Eigenlijk omvallen. Nou, inzakken. Dat is denk ik het goede woord. Nou, wat schattig een hartje. Boeit me niet. Maar wanneer dat gebeurt en ik sta hier in mijn eentje boven. Ben ik natuurlijk de lul. Dus ik ben dan gedwongen om weer terug ondergronds te gaan. En te wachten tot mijn vrienden boven zijn. Of de enemy naar onder komt. Free chocolate. Deze chest is nu open. Deze chest is nu dicht. Wat ik kan doen, maar daar heb ik natuurlijk niks aan. Ik heb natuurlijk geen eten. Nope, ik heb geen eten. Ik heb 2 iron over. Dus ik maak voor een vriendje denk ik een reserve zwaardje. Daar heb je maar 1 stuk voor nodig, Jesse. Zo. Want... Oké, waarom weet ik, Woeband, nou, Iron Sword. I have 1 left. Ja, ik bedoel, ik zei het toch, als ik Iron over heb, ben ik wel zo aardig. En zie je, ik had ook gelijk over die 26, oh shit. Op die 26 iron. Dat je 26 nodig had. Voor full armor plus zwaard. Oeh. Ik kom nou in één keer achter iets doms van mezelf. Wacht, daar stond de crafting table. Dus ze maken wel een stenen pickaxe. Ik heb wel een pickaxe nodig. Voor het geval iemand dingen plaatst. Wil ik geen uur blijven hakken om er door te komen. Ja, ik kan niet aan stenen maken. Oké. Klik. En waarom ik cobblestone bij heb, is misschien ook een tip voor jullie. Ik geef weer veel tips. Net als in een van mijn shooting games afleveringen geef ik schietspellen tips. Kun je even terugkijken. Als jij daar ook tips wil. Mijn tip, heb dus altijd pickaxe bij. Kun je dingen slopen. En even iets wat ik nou dom aan het doen ben. Heb altijd bloks bij. Omdat vaak als zijn iemand doet lava, dan kun jij van je zwaard snel naar je bloks. Zet het ook altijd dicht bij elkaar. Ik heb soms gezien dat sommige mensen, die hebben dus hier een zwaard, hier een steen, hier tussen hebben ze een eten. En ik bedoel, dan kun je niet in één scrolletje, kun je switchen. Dus dan zit je daar, ik heb een zwaard nodig, Duk. Hoe dan een iron sword? Ik zag hem nog niet met een zwaard tussen aanlopen, dus ik hoop eigenlijk dat hij erin wil. Dus heb ik hem voor niets gemaakt. Michael Char, bitch. En ik weet niet hoe je enchantment tablet. Oh, ja, ik drukte natuurlijk op E en al eerder op aan. Waar is de enchantment table? Enchanting table.
me. Where are you? Oh, we moeten wel even snel zijn, want die fucking muur valt. Oké, daar zie ik een mens staan. Misschien is hij het. Hij rent er ook al heen. Oh, nice, 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 nice. Daar is hij. Ah, nice, thanks man. Kijk, en dat soort mensen heb je nou iets. Ik denk dat ik mijn chestplate en mijn zwaard voor één ga enchanten. Zo, projectile protection. Nou, als iemand een boogje bij wil schieten. En unbreaking. Nou, die unbreaking ben ik iets minder blij mee. Zo, nice, oké. I have no food. Volgens mij is het geen correct Engels, maar dat maakt me niet uit, want ik ben een beetje in de bar. Dit zijn, ja, ik wou net zeggen, dit zijn sneeuwballen. Nou, die heb ik toch liever daar zo. En dan heb ik mijn eten liever bij mijn... Nou, mijn eten heb ik meestal in een gevecht. Gebruik je eerder je... Nee, weet het? Ja, eerder je pickaxe om snel iets weg te slaan dan je eten. Want daar rij je meestal toch eerst een eindje voor weg. En ik kan... Wacht, als ik nou slim doe, dan zet ik die daar. Nou, die heb ik niet nodig. Die daar. Kan ik zo van... Hak, 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 eet. Daar, ja, dat gaat wel redelijk snel. Een kill. Oh, de muren zijn al gevallen. En ons team heeft al een kill. En waarom ik die snowballs graag in mijn ding heb, dan heb ik toch een afstandswapen. Bijvoorbeeld iemand staat op een mega... Mega platform of zo. Dan kan ik ze toch even lekker... Eraf nakkelen. Kom op, pak hem. Where he is, there he is. Oké, die is dood. Misschien heb ik hem niet gekillt, maar ik ben nuttig geweest. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Ik heb wel damage gedeeld. Wel skill by... Skill by is... Green team is eliminated. Oké, en waar is mijn team? Ik ben mijn team kwijt. Nu word ik bang. Mijn team is volgens mij wel... by me. Misschien wou die by zeggen, of toch by. Met een E erachter. Weet wat van doei. Ik ga. Oké, daar is mijn team. Nice. Ah, één van mijn team tenminste. Voorzichtig hier naar beneden gaan en bij hem lopen. Ja, jullie denken... Oh, ja, zodat ik diamond gaat hakken. Nee, dat is geen diamond spatrock. Oké, bedankt. Oh my god. Oh, protection. Ja, dat heb ik toch iets liever. Tik, tik, tik. Oké, nice. Nice, nice, nice. Heel nice. Full enchanted armor. Krijg ik dan nou van die kerel? Oh, kak. I have to save my friend. Oké, mijn vriend is fucking dood. Oké, ik heb mijn lava heb ik weer nodig. Oké, nice. Al dat wol gaat natuurlijk in de fik vliegen. Oké, people, kom. YOLO dan. Oké, die is erin gevallen. We pakken hem eerst. We moeten niet tussen die mensen inkomen. Ik heb afstand nodig. Oké, even rennen, even rennen, even rennen. Even rennen. Over het water daar weer iets meer tijd. Ah, kak, kak. Ah, jammer. Ik dacht, ik moet eten, maar... Helaas, is ons team eliminated? Nee, maar Yellow die kwam in één keer uit niets en wij hebben al gevochten. Dat is misschien slimmer om eerst af te wachten tot de rest elkaar afslacht. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze wat langere minigames video dan jullie gewend zijn, denk ik. Want ja, we zijn wel wat langer geweest, maar de vorige paar niet. Was ook een wat langere minigame. Maar hopelijk vonden jullie het toch leuk om te kijken. Doe dan even een like op deze video. Abonneer op Dutch Minecraft Games. En laat een reactie achter. Doei.